korte storm die zaterdagmiddag 9 maart over gemeente De Bilt raasde, zorgde voor schades in Hollandse Rading, De Bilt en Bilthoven. In De Bilt moest op de Buis-Belotweg een auto het ontgelden nadat een zware tak van een boom afknapte en op het dak van deze Skoda terecht kwam. De Biltse brandweer verleende extra service aan de eigenaar van deze wagen door de gebroken achterruit te vervangen door plastic. Even later viel er een boom om in Bilthoven op de Donsvlinder, waar twee auto's van medewerkers van de Plus het slachtoffer werden. Met de scherp getande zaag van de Bilthovense brandweer was de opruimklus snel geklaard. De twee auto's bleken toch wat meer schade te hebben dan in eerste instantie gedacht werd. Eind van de middag viel een grote boom op een bijgebouw van een woning in Bilthoven. De brandweer heeft met behulp van de ladderwagen de takken verwijderd om de boom te stabiliseren. Maar uiteindelijk was er een kraanwagen nodig om de boom van het dak te tillen.